Vandaag ga ik jullie vertellen hoe een accu werkt van een accuboormachine en ik ga kijken of ik er eentje kan repareren. Ik heb een accu gekregen van mijn collega Jeroen. Hey Jeroen. En ik had er zelf ook nog één, dus we gaan allebei kijken wat er mee aan de hand is. Ik weet dat die oude in ieder geval onder de 12 volt zit en eigenlijk is die 20 volt maximaal, dus dat is sowieso niet goed. Nou, ik zal eerst die oude uit elkaar halen en in principe kan je nu dus zien dat die oude helemaal kaas is. Ze zitten allemaal onder de 1 volt. Volgens mij is het nog niet eens. Komen ze nu op nog niet eens 0,1 volt uit. Dus dat wil echt zeggen dat die oude echt gewoon helemaal kaas is. Die kan je weer weggooien en dan is die niks meer waard. Dan zal ik nu die van Jeroen uit elkaar halen. Hey Jeroen. Nou, je ziet dat deze ongeveer allemaal rond 1 volt zit. Dus dan zit je samen net niet op de 5 volt. Ja, en eigenlijk is dat ook gewoon hopeloos. Dat wil zeggen dat alle cellen die zijn onder de minimale voltage gekomen. Dus dat is of 2 volt of 2,5 volt. Als ze daaronder komen per cel, dat wil eigenlijk zeggen dat ze gewoon kapot zijn. Ik zal voor nu nog proberen om er 14 volt op te zetten. Gewoon voor een normale adapter. En ja, dan kan het zijn dat dat nog een soort van boost geeft om hem weer op te laden naar zijn 18 volt. Het is namelijk zo dat als de cellen onder het minimale voltage komen, dan kan de BMS, daar gaan we het zo meteen over hebben, die kan hem dan niet meer opladen. Dus op het moment dat jij de accu op de oplader zet, dan ziet de oplader niet meer dat er een accu aan hangt en dan gaat hij er ook geen stroom aan geven en dan is hij dus kaas. Nou, ik heb er nu dus 14 volt op gezet. En dan kan je meestal heel even wachten om te kijken of ze niet extreem warm worden. Je moet sowieso goed opletten of je wel de plus en de min goed hebt gezet. Op het moment dat ze heel warm worden, dan moet je ze heel rap uit het raam gooien. In de sloot, in de berm, van je fiets af of uit. Nou, nu laat ik dit gewoon een uurtje of zo zitten. Dan kunnen de cellen nog een beetje opladen en dan gaan we zien of ze het vasthoudt. Dan kan ik gelijk laten zien hoe een accu ongeveer werkt. Nou, zoals je hier ziet zijn het 5 cellen. Ze zijn allemaal netjes op een rijtje. En al die 5 cellen die zitten in serie. Dat wil zeggen dat alle plusjes op de minnetje zitten. Dus je hebt plus min, plus min, plus min, plus min, plus min, plus min, denk ik. Normaal gesproken kom je dan uit op 18 volt. Als alle cellen, dus je hebt zeg maar een soort van nominaal voltage. Het nominaal voltage is zeg maar waar die zich gemakkelijk bij voelt, de cel. Als je hem helemaal oplaadt, komt hij op 4,2 volt uit. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat hij ja, gewoon echt vol zit. Dus als jij dadelijk met de kerst ja, helemaal volop lopen schranzen en je hebt een dikke buik, dan zit je op die 4,2 volt. En als je gewoon normaal ja, lekker voelt, lekker 2 banaantjes hebt gegeten of zo, dan zit je op die 3,6 volt. Dus normaal gesproken zit je op die 3,6 volt. En als je dat keer 5 doet, dan kom je uit op ongeveer 18 volt. Dat is dus het nominale voltage. Als alles dus vol zit, dus alles, dat is die 4,2 volt, als alles op de 4,2 volt zit, dan kom je dus op de 20 à 21 volt uit. Wat dus ook op de verpakking staat, maximaal 20 volt bij Wurks. Daarnaast heb je nog de BMS. De BMS. Het Battery Management System, of in ieder geval de Battery Management System. De BMS. Je BMS, dat is dit kleine chipje, dat zat zeg maar bovenop de accu. Ik heb ook nog een andere, maar die is voor 12 volt. Dus dan zitten er in plaats van 5 cellen, zitten er maar 4 cellen in. En wat doet de BMS eigenlijk? Nou, de BMS die zorgt er eigenlijk voor dat op het moment dat er een cel een andere voltage krijgt dan de andere cellen. Dus je hebt bijvoorbeeld 2,5, 3,1, 4,1, 3,6 en 3,0 volt. En je gaat ze vervolgens opladen of niet. Dan zorgt ervoor dat die BMS al het stroom teruggeleidt naar allemaal gelijk. Dus dan zijn ze allemaal 4,2 volt. En niet dat de ene 4 volt is of de andere 4,1. Alles moet gewoon gelijk zijn. Nou, dan kunnen we nu nog even kijken wat Wurks gebruikt. Wurks gebruikt INR 18650-20Q, dat is dus een bepaalde chemische verbinding die in de cel zit. En 18650, daar heb ik het de vorige keer ook al over gehad met de headset, dat is eigenlijk de maat. Dus die dikte is 18 mm en de lengte is zeg maar, nee niet 650, 65 mm. Wat ik heb kunnen vinden is dat het voltage nominaal 3,6 volt is. Nou, dat had ik dus al gezien inderdaad. En het maximale voltage zit op 4,2 volt.
Als je hem volledig oplaadt en volledig ontlaadt, dan zit er ongeveer 2000 mAh aan stroom in, aan vermogen, zeg maar. En dat is eigenlijk, ja, je noemt het of 2000 mAh of 2 Ampère-uur. En dat staat dus meestal ook op de accu. Ik kan het misschien wel even laten zien. Hier. Nou, wat voor cellen gebruikt Wurks? Wurks gebruikt Samsung lithium-ion cellen. Het kan veel voorkomen dat een merk Samsung gebruikt, maar ik heb bijvoorbeeld ook nog een LG-cel liggen. Dat kan ook gewoon gebeuren. Je hebt eigenlijk veel verschillende merken die accu's maken. Nou, dat was eigenlijk een beetje een korte uitleg over wat een accu of een losse cel is. Ik zet hem nu weer in elkaar en dan gaan we even kijken wat het voltage is. Hij staat nu nog op 17,46 volt. Dat is op zich nog wel goed. Eigenlijk moet je nu ongeveer 2 dagen wachten om te kijken of die inderdaad zijn stroom vasthoudt. Het kan namelijk ook zo zijn dat als jij over 2 dagen terugkomt en hij is weer teruggedoken naar 3 volt totaal, dan is hij ook kaas, dan kan je hem eigenlijk ook weggooien. Nou, dan zet ik hem nu weer in elkaar. Nou, dan zet ik hem nu echt weer in elkaar. Nou, en als ik hem nu nog een keer controleer, dan staat hij opnieuw weer op 17,44 volt. Hij is wel een klein beetje is hij naar beneden gegaan, maar dat maakt op zich niet uit. Nou, gefeliciteerd. Jullie weten nu hoe een accu van een accuboormachine werkt. Oh ja, ik moet er wel even bij zeggen dat als je deze cellen kortsluit, dan kunnen ze exploderen, dan worden ze heel warm en dan ga je dood. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Jeroen, laat jij nog even weten hoe dit is uitgepakt hieronder. En dan hoor ik het wel van je. Dag, hey! Zit mijn haar goed? Zit niet goed. Maar het is altijd goed. Oké. Nou, dan zet ik hem nu weer in elkaar. Wat de hel was dat?